Goedendag. Ik laat twee tools zien nu. De eerste is ClimateScan. Als je naar climatescan.nl krijg je een grote kaart met heel veel stippen erop. Dat zijn iets van 12.000 stippen die allemaal staan voor projecten voor klimaatadaptatie. Nou, je kunt dus de hele wereld rond. Je kunt kijken naar drijvende vliegvelden in Japan. Je kunt naar heel veel biofiltratie in Australië of Nieuw-Zeeland. Of bijvoorbeeld ook naar New Orleans of Vancouver. En je kunt natuurlijk zelf ook projecten erop zetten. Wij gaan richting Nederland. 6.000 plekken, zoals je hier ook ziet. Hier kun je dan ook kiezen voor bijvoorbeeld, je wil alleen wadi's zien. Je krijgt alleen wadi's. Geeft gelijk al een antwoord dat er eigenlijk overal wel te infiltreren is of infiltratievoorzieningen liggen. Natuurlijk veel meer zijn er groene daken, kun je bekijken. Natuurlijk ook over heel Nederland zijn er veel meer dan dit. Wat je hier ook mee kunt, is dat je zegt, ik wil alleen maar projecten met heel veel informatie. Die zijn vaak wat nauwkeuriger, want het is natuurlijk aardig veel wat je op je afkrijgt van deze projecten. Je kunt natuurlijk inzoomen op een stad. Ik zit in de buurt van Amsterdam, zoals je ziet. En in Amsterdam is natuurlijk heel veel ook te bekijken. Dus wederom, je kunt hier van alles bekijken wat je zou willen zien. Misschien doorlatende verharding in de stad. Dus kun je op verschillende plekken kun je bekijken. Ook soms een verschil in categorie. Bijvoorbeeld doorgroeibare verharding, grasverharding, maar ook geen verharding kun je zien bijvoorbeeld. Dus zo kun je aardig wat opzoeken wat er in jouw buurt beschikbaar is. Hierbij hitte wordt natuurlijk ook steeds een belangrijker onderwerp. Dus dan kun je groen wat te maken hebben met klimaatadaptatie kun je bezoeken. Het gaat over verkoeling door water. Dat gaat over verkoeling met schaduwwerking, pergola's bijvoorbeeld. Je kunt kijken wat er voor natuur te zien is. Dus proberen de biodiversiteit te verhogen in de stad. Ook daar natuurlijk heel veel projecten. Dus op deze manier kun je heel veel vinden. Mitigatie zit er ook bij. Dat zijn bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar ook wat grotere projecten. Ik zal er even één uitpakken. Deze, een drijvend zonnepaneel, de grootste buiten Azië, ligt bijvoorbeeld in Zellingen, Groningen. Zoals je hier ziet, Sellingbeetse Palas. Dan krijg je wat foto's te zien. Dat is aardig grote, 24 hectare zoals je ziet. Je kunt dan dus ook verschillende nieuwsitems erover bekijken. Er is een video bij, foto's zoals je hier ook ziet. En je kunt zelf ook nog wat toevoegen. En je ziet ook dat Joey Koning hem toegevoegd heeft. Dus je kan ook met contact met hem opnemen. Dus op deze manier krijg je veel informatie. Wat nou misschien wat minder bekend is dan deze kaart, is dat je ook kunt zien, stel je hebt een vraag over iets anders wat je wil kijken. Je kunt een hoogtebestand kun je aanklikken. Bodembestand, er zijn verschillende lagen die misschien voor jou interessant zijn. Misschien één kaart pak er even uit. Stel ik infiltratiekansen, dan gaat er een laag aan. En dan zie je hier ook dat het soms wat rooier wordt dan op andere plekken. En rood betekent, nou ja, let even op, misschien hoge grondwaterstanden, slechte doorlatendheid. Dus dan kun je gaan inzoomen. Dit is Homerus kwartier in Almere, wat gelijk opvalt. Ook daar wordt veel geïnfiltreerd, overigens. En niet zonder succes. Hè. Dus rood betekent oppas, maar betekent niet dat je niet kunt infiltreren. Er ligt doorlatende verharding, zoals je hier ziet. En ook verschillende wadi's. Verschillende lagen. Wat misschien ook nog leuk is, is zeker als je de stad ingaat. Laten we eens een andere stad nemen. En bijvoorbeeld het prachtige Rotterdam. En dan krijg je, misschien kunnen we eens kijken naar wijktypologieën. Bijvoorbeeld, hier zie je elke kleur staat voor een bepaalde wijktypologie. Nou, je weet wel een beetje waar het centrum ligt en waar misschien wat meer nieuwbouw ligt. Dus kun je ook kijken of er voorzieningen zijn die je graag wil zien. Nou, op deze manier kun je bijvoorbeeld bekijken welke, wat is het DNA van Rotterdam is bijvoorbeeld waterplein. Zie je bijvoorbeeld verschillende waterpleinen die in verschillende wijktypologieën liggen.
Dus op deze manier kun je aardig wat vinden. Even kijken, we zetten alle projecten aan. De layers heb ik ook laten zien. En die kun je dus aan en uitzetten. Je kunt vanzelfsprekend ook nog even de wereld in. Wat daarvan leuk is, wat zullen we eens laten zien. Ik denk Kopenhagen bijvoorbeeld. Kopenhagen in 2011 heeft een hele zware bui gehad, waar we zelfs in Nederland mee rekenen. 150 mm in 2 uur. En daar zie je al redelijk snel bijvoorbeeld dat daar meer dan 120 voorzieningen gebouwd zijn. En daar kun je nou ja, heel veel bekijken. Even kijken of we er eentje uit pikken. Je ziet wat van dit soort waterpleinen ook. Ze liggen dus niet alleen in Rotterdam. Erg leuk om te zien. Even kijken, BNP noemen ze het vaak. Dat zijn best management practices. Ik vind deze misschien nog wel leuk om te laten zien. Dat zijn foto's van net na aanleg van een geasfalteerd plein. Hoe het er vroeger bij lag. En nu nou ja, mooie plantenbakken verdiept aangelegd. Zodat het water daarin gaat. In plaats van naar de woningen. Hier is het al begroeid. Zoals je ziet, dus verschillende fasen kun je vaak ook zien van het project. Er liggen hier hele mooie eieren en een paar van die tegels die los liggen. Erg leuk detail. Dat zijn, als je op die tegels gaat staan, zijn dat eigenlijk soort wippen. En dan komt die hier onder water vandaan. En dat werkt erg verkoelend. Want het kan ook in Kopenhagen heel heet zijn. Dat kun je ook allemaal zien op deze video's. Of je kunt meer informatie krijgen over dit project. Je kunt dus inderdaad ook zoeken op titel. Stel, even kijken, dit is trouwens ook een hele mooie wijk. Melmo, Augustenburg, er ligt heel veel voorzieningen. Heel veel groene daken ook, als je ooit in de buurt bent. Het is 15 minuten met de trein vanaf Kopenhagen. Airport zit je in Melmo, ook fantastisch om aan de kust daar te kijken. Maar goed, voldoende reistips denk ik. Nou, wil je nou, wat zullen we nog eens laten zien? Stel je wil iets zoeken, er was iets met een bushokje. Kijk, dan krijg je duurzame bushokjes. Even kijken, Eindhoven heeft een hele mooie bijvoorbeeld. Hè. Of je wil een rotonde. Even kijken, Winschoten heeft inderdaad een hele leuke holle rotonde. Die zijn meestal bol bijvoorbeeld, maar je ziet hier kun je ook water in bergen. Dus je kunt met deze manier kun je best wel hele leuke voorbeelden pakken. Kan ook zijn dat je denkt van, hey, wacht even, er was iets in Milaan met een verticaal bos, iets van Bosco, verticale. Oh ja, kijk, nou. Dan weet je ook gelijk waar het ligt. Het ligt bij een treinstation als je in de buurt bent. Erg leuk om daar eens te gaan kijken. Meestal kun je het ook zien. Ik zie ook dat er hier dat zijn ook twee torens. Veel bezoek is dit geweest. Onder andere met deze begroeide torens. Maar waarom ik dit wil ook laten zien. Trouwens, er zijn veel meer Bosco-verticalen. Je hoeft niet naar Milaan. Je kunt bijvoorbeeld ook in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht. Natuurlijk ook als je wat verder weg wil in plaats van dichterbij kun je naar Vietnam. Je kunt naar Singapore, daar staan er meerdere. Amsterdam zie je al vele. Laat me nou eens Groningen pakken. Nou, wat fantastisch. Kijk, dit betekent dat de video nog beschikbaar komt. En die video's kun je ook bekijken, bijvoorbeeld op het YouTube kanaal van ClimateScan. Dat zal ik ook even erbij pakken. ClimateScan, natuurlijk. En even kijken, dat is deze. Dan pak je deze eruit. En hier kun je ook heel veel video's kun je hier terugvinden. Dus stel, ik wil alleen video's in Amsterdam, dan krijg je alleen maar video's in Amsterdam. En dan zie je bijvoorbeeld dat doorgroeibare verharding ook midden in het centrum van Amsterdam ligt, over Toom. Veel doorlatende verharding, Kinderdijk, straat liggen nu, Rain Gardens. Net een paar weken geleden zijn deze in werking gebracht. Dus op deze manier kun je echt heel veel vinden. Ook tutorials over bijvoorbeeld de klimaatbestendige toolbox. Die ik zo even laat zien. Dus die staat er ook al op trouwens. En nou ja, op deze manier kun je in elke mooie gemeente kun je iets zoeken. Ook Kopenhagen of wat dan ook. Dus ik denk dat dit wel voldoende is over ClimateScan. Ik hoop dat jullie
hier veel plezier mee hebben, veel op kunnen zoeken op deze manier. Er is dus echt heel veel. Het hoeft niet allemaal heel erg moeilijk te zijn. Verschillende categorieën. Doe inspiratie op. Vind je een mooi project? Voeg hem toe. Dat betekent dat je wel even in moet loggen voor toevoegen. Ik laat het heel even kort zien. Het is een relatief makkelijk iets. Stel, nou, wat hebben we gevonden? Een heel leuk project midden in de zee. Dat zijn mitigatie, dus dat is zonnepanelen. Wij hebben nu midden in het meer hebben wij een fantastische wadi gevonden. En dan drukken we op wadi. Dan zeggen we wadi in de zee. Wij voegen een foto toe. Altijd spannend wat we dan krijgen. Nou ja, verschillende foto's kun je toevoegen. Ik sla hem nu even over. En je drukt op save. En je hebt een nieuw project gemaakt hier midden in de zee. Kan even duren voor die oppopt. Maar je kunt natuurlijk ook de projecten zien in een grote lijst van projecten. En in die lijst staat hier dan Wadi en Zee. Dit zijn mijn projecten, dus ik kan deze ook deleten. Dat zou ik ook dit keer doen natuurlijk. Maar hier kun je ook nog zoeken. Een klimaatboom in Doetinchem. Nou ja, van alles dus. Dus er is veel te zien. Ga gerust eens even struinen, zou ik zeggen. En dan gaan we nu door naar een volgende tool. De tweede tool. Dat is de klimaatbestendige toolbox. Tool die nog meer kan doen. Met berekeningen onder andere van verschillende maatregelen.